Het was werkelijk tijd dat we snel oplopen. Iedereen is inloggen. 5, 4, 3, 2, 1. Hartelijk welkom op deze digitale circulaire vierdaagse van het Rijk van Nijmegen. Van RVNet, het innovatieplatform van het Rijk van Nijmegen. Vandaag organiseren wij voor de tweede keer deze week namens de Circulaire Raad een circulaire vierdaagse. Deze dag staat in het teken van infra en bouw. Waar gaan we het over hebben? Hoe kom je nou van circulaire ambities naar circulair doen? En wat zijn nou mooie voorbeelden van circulaire business cases in de regio? Deze circulaire vierdaagse, en dat ziet u ook al achter mij, wordt uitgezonden uit de gezamenlijke studio van de HAN, het Centrum voor Meervoudige Waardecreatie, RVNet en het KCCB. Gaan we straks nog veel meer over horen. En wij zijn heel blij met deze studio, zodat we ook de komende tijd in deze toch wat vreemde tijden toch digitale ontmoetingen kunnen organiseren op het gebied van circulariteit. Ik zal mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Christy Lamers, ik ben directeur van RVNet en vandaag mag ik de presentator zijn van deze mooie tafel infra en bouw. De mensen die meekijken via de streams, als u op YouTube meekijkt, kunt u ook actief deelnemen. Er is een chatfunctie die open staat en mijn collega Tijke Eikemans is chatmoderator en zal mij ook hier en daar inzijnen als er mooie vragen op de chat ontstaan. Dus maak daar vooral gebruik van. Ook als u ideeën en suggesties heeft, meld ze, want wij van RVNN verzamelen ze. En als er mooie dingen weer mogelijk zijn, voegen we dat weer toe. Ik ga gewoon aan tafel en hoop dat hij met me meegaat. En we zitten hier nu gelijk aan tafel. Zit ik hier met vier heren. Zoals ik al zei, het staat vandaag in het teken van circulaire infra en circulaire bouw. Wat gaat er goed? Wat is er moeilijk? Wat moeten we nog doen om het allemaal te versnellen? Ik ben ontzettend blij met deze mooie volle tafel met tafelgasten. En ik zal ze even aan de kijkers voorstellen. Ik heb hier zitten Maarten Schoenaker, wethouder van de gemeente Heumen. En ook trekker, en nu moet ik het goed zeggen, want dat hebben we net al even geoefend. Trekker van de werkgroep vanuit de portefeuillehouders-economie. Maar dan helemaal over circulariteit. En dat is dan voor de regio Arnhem-Nijmegen. Ja. Dus daar ga jij ons straks vast veel meer over vertellen. Ik ben ook heel blij met altijd enthousiast ondernemer Patrick Schreven. Natuurlijk van het mooie bedrijf EcoPlusbouw. Van de M-Homes, waar je misschien straks nog wat over gaat vertellen. En natuurlijk aanjager van dat kenniscentrum voor circulaire bouw waar we hier vandaag zitten. Aan deze kant de andere ondernemer, Paul van Doren, senior planontwikkelaar bij Giesbers Bouw. En daarnaast ook echt de strategie rondom circulariteit en transitievraagstukken. Dat is jouw verantwoordelijkheid en daar ga je ons straks meer over vertellen. En hier naast mij, mijn zo welbekende collega Martijn Haas, werkzaam voor RVNet. Heel veel verschillende dingen, maar vandaag hier aan tafel omdat je bezig bent met een business case. Want hoe ga je nou circulair opleiden en hoe ga je nou jong en oud talent ook meenemen in dat soort vraagstukken. Een klus die wij vanuit RVN oppakken vanuit de gemeente Nijmegen om daar vorm aan te geven. Ik ga eerst ook hier voor de tafel mensen even wat individuele vragen stellen, maar voel ook uitgenodigd om op elkaar te reageren. Als het heel erg door elkaar heen gaat, dan zal ik daar af en toe misschien iets van zeggen. Maar het mag ook vooral een gesprek met elkaar worden. Pak die ruimte. En ik wilde eigenlijk bij jou toch als bestuurlijk kartrekker dan beginnen, Maarten. Ik dacht, het is misschien wel gewoon mooi om te beginnen van het thema bouw en infra. Wat is er eigenlijk het afgelopen jaar gebeurd en wat zijn een beetje de plannen of vanuit het bestuurlijke voor 2021? Kan je ons daar een beetje in meenemen? Ja, nou, dat is natuurlijk af en toe gebeurt er heel veel. Maar het landt niet direct in de uitvoering, want we zijn mijn bestuur, wij geven randvoorwaarden. Maar als je kijkt naar wat er afgelopen jaar gebeurd is, dan hebben wij als overheid in ieder geval een convenant grondwaterwegbouw. Nou, dus alles wat over wegen en kunstwerken in de landen gaat, met betrekking tot circulariteit aangenomen. En ook in uitvoering gezet door 18 gemeentes van de regio Arnhem-Nijmegen. En het doel daarvan is om juist ook die circulariteit in die grondwaterwegbouw gewoon aan te jagen, circulair aan te besteden waar dat kan. Maar voor de overheid is dit natuurlijk ook een proces, een best wel spannend proces, want die komt van een conventionele situatie, gaat naar circulair, er zitten allerlei vraagstukken, allerlei risico's aan. Ja, en dat probeer je op een bepaalde manier met elkaar uit te werken. Dan komen we straks ook wat we allerlei leercurves die we van het voordeel van de regio's van elkaar kan leren en probeert die dingen door te geven.
Maar goed, daar ga ik nog even niet op vooruit lopen. Met betrekking tot de woondeal, om al die huizen te bouwen hier. De woondeal Arnhem-Nijmegen. Ja. Kan je even heel klein beetje, ook de mensen die meeluisteren, meenemen wat de woondeal eigenlijk is? Nou, de woondeal is het, zeg maar de deal om 70.000 huizen in de regio te bouwen. En die 70.000 huizen, daar zou in 2030 minstens 25% circulair van moeten zijn. Ja, dat is dan de ambitie. Wat het dan is, dat moeten we volgens mij nog uitwerken. Hoe dat gaat werken, dat weten we ook nog niet. Dus dat is wel een ontwikkeld traject met heel veel onzekerheden erin. Maar wel de ambitie om dat te doen. Want uiteindelijk zullen wij toch naar een situatie toe moeten dat we minder afhankelijk zijn van grondstoffen. En die zelfs 100% circulair kunnen gaan bouwen. Ja. Of met grondstoffen die biobased zijn en dat soort zaken. Ja. Dus ik kon je eigenlijk zeggen, eigenlijk in 2020 is zo'n woondeal en rondom infra zijn er al kaders geschept en ambities gemaakt. Maar nu moeten we dat ook nog gaan doen. Ja, dat gebeurt natuurlijk al. Het gebeurt al wel. Okay. Het gebeurt niet overal. Maar we zijn gewoon stappen aan het zetten. Als ik er toch even kijk, Zevenaar heeft in de tijd een circulair fietspad aangelegd. Dat was een eerste stap. Ja. Met een aantal testcases erin. Dat was gedeeltelijk op manier 1, gedeeltelijk wat meer conventioneel. Ja. Ja, we hebben nu een volledig circulair fietspad aangelegd. Maar dat doe je gebaseerd op... In jouw gemeente Heumen. In de gemeente Heumen. Ja. En dat doe je met de kennis die opgebouwd wordt, ook in de andere gemeenten, en die je met elkaar probeert door te geven. Ja, dus dat echt dat netwerk ook van gemeenten is daarom ook ontzettend belangrijk voor circulair. Het netwerk is belangrijk. Ja. Ja. En de ambtenaren schakelen steeds makkelijker ook met elkaar over dit soort dingen. Ja, dus ik vind het straks nog wel leuk om even door te praten van bij infra zijn er al grote voorbeelden en wat nou het verschil tussen de bouwopgave en de infraopgave is. Maar dat is misschien dadelijk leuk om misschien aan tafel te doen. Dadelijk ook jouw collega wethouder Veldhuis zal dadelijk ook nog even in de uitzending komen in dit geval, omdat we natuurlijk hier met een beperkt aantal gasten mogen zijn via de stream. Maar die heeft natuurlijk ook al een praktijkvoorbeeld hier in het Nijmeegse, dus daar gaan we dadelijk ook nog even bij stilstaan. Patrick, ik wil even naar jou gaan. Natuurlijk kennen we jou al in deze regio al heel lang als ondernemer rondom EcoPlusbouw. Dus ik dacht toch nog maar even mooi om eerst even, voordat we de diepte in duiken, dat jij even wat vertelt over je mooie bedrijf. Ja, waar zou ik beginnen? wat wel een mooie ontwikkeling is die we de afgelopen jaren doorgemaakt hebben, is dat wij aanvankelijk begonnen zijn met het bouwen van vrijstaande woningen. Verbouw, aanbouw en dat wij de afgelopen periode gezien hebben dat we echt aan het opschalen zijn als het gaat om ecologisch biobased en circulair bouwen. Dat we van die luxe vrijstaande villa nu echt naar seriematige woningbouw en naar sociale woningbouw aan het opschalen zijn. Dat is eigenlijk zeg maar altijd een onderliggende ambitie van ons geweest. Hè? Ja. Zorgen dat wat wij doen mainstream wordt, voor zover wij daar invloed op uit kunnen oefenen. Maar het is wel heel erg mooi om te zien dat het nu wordt opgepakt. We hebben in verschillende fases veranderingen zien ontstaan. Dus eerst na de klimaattop in Parijs. Toen begon men te begrijpen waarom we deden wat we deden. En vrij recentelijk is er een uitzending geweest bij Tegenlicht. Het ging over houtbouwers. En eigenlijk sindsdien heeft heel Nederland het bouwen met hout omarmd. Dat merken wij natuurlijk ook aan de telefoon die hier inmiddels regelmatig rinkelt. Dus iedereen die heeft nou zoiets van, ik wil ook een houten huis, maar dan zijn we er natuurlijk nog niet, alleen een houten huis, dus daar moet nog veel meer aan toegevoegd worden. Maar het is wel mooi om te zien dat die benadering van ons, vanuit het ecologisch biobased circulair bouwen, dat ook een oplossing is voor veel bouwers om veel makkelijker de stap richting circulair bouwen te zetten. Je ziet echt een duidelijke beweging en dat het versneld wordt. En ik vind het dan wel mooi, want je haalt zo'n klimaattop erbij en af en toe voelen wij bij die akkoorden en zo van wat levert dat nou op? En toch zeg jij, door zo'n akkoord ontstaat er dus toch in de praktijk toch een versnelling. Ja, het is wel een interactie. Echt, ja, mensen hoorden toch weer over. En met name op het moment dat er dat partijen de handen ineens slaan om echt stappen te zetten om dingen in beweging te brengen. Dan voelen mensen zich ook wel gesteund en gemotiveerd om ook iets te gaan doen. Ja. En alle reuring eromheen zorgt er wel voor dat mensen er meer over na gaan denken. Ja. En
als mensen vragen aan mij van joh, hoe kunnen we nou die duurzaamheid versnellen? Of die stap richting circulaire economie. Ja, dat zit echt bij mensen tussen de oren. Dus daar moet het als eerste veranderen. Ja, het is toch heel vaak gedrag, hè, zeggen ze, ja, bij grote transitievraagstukken. Hey, en je bent vanuit het Eco Plus Bouw, zitten we ondertussen in een KCCB, Kenniscentrum Circulaire Bouw. Ja. Wat wel weer, waar veel meer partners bij betrokken zijn. Ja, ik vind het natuurlijk ook wel even leuk als, om jou, uit jouw mond te horen wat dat KCCB is en wat daar jouw ambitie mee is als aanjager. Ja. Nou ja, wat we dus al heel lang zien is dat, dat die versnelling gewoon veel te langzaam gaat. Hè? Dus ja, het is niet leuk om te zeggen, maar de wereld staat in brand. Dus ja, we moeten echt serieus stappen zetten met elkaar. En als het om circulair bouwen gaat, dan ja, dat is gewoon nodig, omdat de bouw gewoon een groot verbruiker is van grondstoffen. Een grote veroorzaker van CO2-uitstoot, niet de bouw zelf, maar die hele industrie. Dus dan vraag je je af van waarom duurt het nou zo lang? En wel dus iets van ja, wij zien eigenlijk dat je al best wel snel met bepaalde zaken kunt starten. Dus nou ja, laten we zorgen dat die kennis gedeeld wordt. Dus we hebben vandaar het kenniscentrum. Ja. Van zorgen dat je de kennis verzamelt die er is. Laaghangend fruit. Weet je wat, mm-hmm. Dit is er gewoon vandaag. Kun je morgen mee beginnen. Dus dat laten zien. Daarnaast nieuwe kennis ontwikkelen, hè? Want wat ik net al zei, houtbouw is een hele mooie oplossing in de goede richting, maar dan moet je wel die houtbouw circulair maken, hè? En ook in de houtbouw worden nog steeds producten gebruikt die eigenlijk totaal niet circulair zijn. Maar een ander heel belangrijk speerpunt is dat wij merken dat gewoon er veel te weinig kennis is op het gebied van houtbouw, van ecologisch bouwen. En wie zou die kennis van jou allemaal moeten hebben? Welke groepen zijn dat? Zijn dat alleen de bouwbedrijven? Of zijn dat, wie zijn dat? Nou, wie wil je hier allemaal doorheen Het begint, jammer genoeg, begint het eigenlijk al bij de bouwopleidingen, zeg maar. Dat het aan kennis ontbreekt bij docenten. Ja, hoe ga je nou je leerlingen circulair bouwen bijbrengen? Ja. Dus daar zit dan een punt. Nou, daarnaast zie je dus dat, zeg maar, eigenlijk Nederland jarenlang niet echt een houtbouwland is geweest. Dus er is nooit les gegeven in van ja, hoe bouw je nou een houten huis? Ja, men kreeg wel aangeleerd van hoe hang je een houten deur af? Hoe maak je een houten kozijn? Ja. Of hoe timmer je een kapconstructie? Maar hoe bouw je een houten huis? Waar moet je op letten? Wat is belangrijk? Ja, dat wordt niet in gedoseerd. Dus onderwijs, en wat zijn nog andere partners die dan hier door dat KCCB gejaagd moeten worden? Nou, het bijzondere is dat, dat wij zien dus dat de overheid ons de vraag stelt van ja, Patrick, hoe kunnen we nou dat circulair bouwen versnellen? En nou ja, als er dan een uitvraag gedaan wordt vanuit de woondeal van ja, we gaan circulair bouwen. Ja. Oké, en als je dan de vraag stelt, ja, maar wat bedoel je dan precies met circulair? Ja. Op een gegeven moment een beetje te stotteren. Maar u zegt ik zie je wethouder lachen. Die herkent dit. In de woondeel is opgenomen 25% circulair. Oké, en bedoelen jullie dan 25% van die 70.000 woningen of 25% per woning? Ja. En dan wordt het weer even stil. Ja. En dan denk ik, ja, daar zit het probleem. Dus wij willen ook eigenlijk al die wethouders die in de Club van Maarten zitten en ook waarschijnlijk degene die over grond en zo gaan, die moeten hier ook komen. Ja. Nou, ik had laatst directeur van de woningcorporatie. En ik heb er inmiddels meerdere gesproken. Ja. Die worstelen allemaal met de vraag, hoe gaan we, ik wil morgen graag beginnen. Ja. Maar ik wil wel weten wat er kan. Maar ik wil ook graag weten, wat kost dat dan? En hoe moeten we daarmee omgaan? Dus er liggen best wel veel vraagstukken. Hè? Ook juridische vraagstukken, financiële vraagstukken. Dus ja, we roepen iedereen op, zeg maar, die de richting van circulair op wil. Om te kijken van, wacht eens even. Volgens mij zouden we best wel eens een bijdrage kunnen leveren. Ja. En dat beperkt zich niet alleen tot gewoon de bouw. Maar ook dus weg- en waterbouw enzovoort. Ja. Nou, we gaan dadelijk misschien nog wel even praten hier als we het rondje helemaal gemaakt hebben over ook toch altijd dat spanningsveld tussen betaalbaarheid, haalbaarheid, snelheid en circulariteit. Want volgens mij zie je dat bij de woondeal ook, dat constant met elkaar communiceert. Ja. En dat is misschien dadelijk nog wel leuk om even verdieping op te maken. Ik ga even, om het rondje van de tafel af te maken, ik wou even naar jou gaan, Paul. Net zoals bij Patrick, eerst beginnen bij het bedrijf zelf. Jij werkt voor Giesbers Bouw. Misschien kan je ons wat vertellen over het mooie bedrijf. Ja, Giesbers ontwikkelen en bouwen. Ontwikkelen en bouwen, ja. Ja, goed zo. Ontwikkelen bij ons. Ja. Wij zijn een ontwikkelend bouwbedrijf, actief in de regio.
En iets verder erbuiten, tot een uurtje rijden vanaf Wijchen, waar wij gevestigd zijn. We zijn actief in maatschappelijke vastgoed, scholen, zorg. We zijn ook actief in commercieel vastgoed, kantoren bijvoorbeeld, en bedrijfshallen. En we zijn actief in woningbouw, dat is ongeveer de helft van onze portefeuille. En woningbouw, is dat dan voor corporaties of is het voor vrijbouwen of af van alles wat? Het kan van alles zijn. We zijn in Beuningen bijvoorbeeld bezig met een woningbouwcomplex voor een corporatie. We doen heel veel koopwoningen. Wij zijn nog niet wij bouwen niet de standaardwoning, maar wij kijken vooral naar de wat meer bijzondere, meer uniekere projecten. Daar onderscheiden we ons ook meer in. Dat doen we ook in de regio. We hebben bijvoorbeeld in Arnhem het hele Saxe-Weimar-terrein getransformeerd naar woningbouw in heel verschillende fases. We zijn actief in de Scheidegraven in Waalspoel. Dus, heel breed. Verschillende voorbeelden. Ja, mooie voorbeelden. En jij zei in ons voorgesprek gaf je aan van eigenlijk vanaf 2018 zijn wij ook vanuit circulariteit te kijken hoe ziet zo'n transitie eruit. Jij hebt dat proces helemaal begeleid, dus dan ben ik eigenlijk wel benieuwd van ja, ten eerste, hoe heb je dat gedaan? En ten tweede, wat is er eigenlijk uitgekomen? Dus hoe is je strategie veranderd door zo'n traject in te gaan vanuit Giesbeurs? Nou, ik ben van huis uit bouwkundige. Ja? Ik ging zo richting de helft van mijn arbeidsjaren en toen dacht ik, ik moet dus een nieuw perspectief hebben. Toen heb ik een bedrijfskundige opleiding gedaan, ook omdat ik me meer bezig ging houden met onderzoek en strategie. En als eindopdracht heb ik daar een onderzoek gedaan naar de transitie naar een circulaire economie. En ja, toen raakte ik wel heel erg geboeid over die uitdaging die daarin zit. En wat dat vraagt om dat goed te organiseren van een bouwbedrijf, maar eigenlijk een heel breed speelveld aan stakeholders waar je afhankelijk van bent. Jij vond de complexiteit, laat me zeggen, dat triggerde jou eigenlijk. Ja, en ik zag het meteen. In plaats van dat je er heel bang voor werd en dacht, nou laat me zitten, dit is echt veel te moeilijk. En een beetje op Patrick inhakend, ja, het begint met kennis. Ja. Die had ik dan zelf wel enigszins opgedaan, maar ja, gemiddeld iemand die het woord circulair in de mond legt en antwoord vraagt, wat betekent dat eigenlijk, die haakt al heel snel af. Dus belangrijke dingen waar we mee begonnen zijn, is gewoon kennis opbouwen en uitdragen, intern om mee te beginnen, maar ook extern. Ja, want hoe keken jouw collega's naar jou toen jij in één keer rond begon te roepen, circulariteit, best belangrijk. Waar heeft die er nou weer over? Ja. Ja, was dat de reactie? Waar heeft die er nou weer over? Nou, wat wel heel leuk was, is we hebben ook in samenwerking met de HAN heel veel onderzoeken. Okay. Die heb ik zelf ook begeleid gedaan. Dat begon in 2018 al. Toen werd de MPG, de Milieuprestatie Gebouw, ingevoerd. Dat leek een heel simpel dingetje, maar eigenlijk begon daar een instrument. Okay. Waar we wel van zagen van, ja, dit kan wel eens een belangrijk stuurmiddel gaan worden. En dat blijkt nu ook steeds meer. Dus nu hebben twee studenten onderzoek bij ons gedaan naar de MPG. Ook echt een filmpje van laten maken. Wat betekent dat nou eigenlijk? In een van de strategieën die eruit kwam, wil je je MPG gaan verlagen? Dan zitten er eigenlijk een aantal circulaire strategieën. Bijvoorbeeld veel meer biobased materialen toepassen. Losmaakbaarheid, levensduur. Dus daar begonnen al de eerste inzichten. En vanuit daar zijn we vervolgonderzoeken gaan doen. Naar losmaakbaarheid, naar secundair materiaalgebruik. En onder andere ook naar... En dat is weer meervoudige waardecreatie, zou je kunnen zeggen. Yeah. De business case as a service hebben we ook onderzocht. Oh, ja. En dan ook weer leuk een combinatie van een bouwkundige en een bedrijfskundige student. Omdat het eigenlijk, je ziet al eigenlijk, je moet sectoroverstijgend denken. Wil je ook echt circulariteit van de grond krijgen. Ja, en ik vind het wel mooi, we hebben net al gehoord dat die netwerken en die kennisdelen heel belangrijk is. En jij geeft nou ook weer aan dat partner met onderwijs, zodat ze dat onderzoek eigenlijk naast die praktijk kunnen zetten, is eigenlijk ook wel een voorwaarde om die stap te maken. Dat Zeker. Heeft jou dus geholpen in jouw bedrijf, omdat daar dus... Ja, dus elk onderzoek, dat mensen werden geïnterviewd intern, dus er ontstaat een bepaalde betrokkenheid. Elk onderzoek werd gepresenteerd met een lunchbijeenkomst voor alle medewerkers. Dus het thema is steeds meer gaan leven en heeft ook handen en voeten gekregen. En vervolgens hebben we dat in projecten kunnen implementeren. Ja. Met kleine proefjes. Baby steps.
Baby steps, ja. Inderdaad. Nou, dat is wel mooi, want als je dit nou beschrijft, wat jij dan in dat bedrijf neergezet hebt, is een KCCB eigenlijk nu een beetje dus voor de regio aan het doen, ook met die kleine stapjes. Ja. Voordat we dadelijk naar onze gast op afstand gaan, vind ik het mooi om het rondje even af te maken. En die heb ik beloofd dat hij over een paar, eigenlijk nu, maar die zal vast nog 2 minuten kunnen wachten, denk ik, hè, Tijke. Ja. Top. Even naar mijn collega Martijn de Haas, die dus bezig is met die business case over waar Patrick eigenlijk al over had. Ja, hoe ga je dat opleiden doen? Hoe ga je dat organiseren? Wie is er daar dan verantwoordelijk? Kan je ons een beetje meenemen wat jij nu allemaal aan het tegenkomen bent met je rondgang in het Rijk van Nijmegen? Ja, eigenlijk heb ik bij alle sprekers al gehoord en die hebben eigenlijk alle punten al een beetje aangeraakt die ik ook tegenkom. Ja. Dus de opdracht is vanuit de gemeente Nijmegen is breder dan circulair, want we hebben natuurlijk sowieso een capaciteitsgebrek in de bouw en een enorme opgave in de bouw. Het meer opleiden, meer interesseren van jongeren, ook zij in stromen zitten, techniek en bouwtechnieken. Dat is natuurlijk een heel belangrijk speerpunt, maar we hebben over 5 jaar die circulaire uitdaging. Dus als we nu niet ook dat circulaire stukje, wat jij ook al aangaf, het is een lang proces, dus dat kan je niet in 2025 nog even proberen dan recht te trekken. Maar als we dat er nu niet in stoppen, dan gaan we die 2025, die ambitie, wordt heel lastig om te realiseren. Want het vraagt ook wel wat anders denken. Andere mindset is net al genoemd. Het vraagt andere skills. Er komen woningen uit de fabriek, hè? Prefab al. Dus je hebt ook daar weer andere mensen voor nodig. Nou, de ronde langs eigenlijk de veld is langs de ondernemers. Eigenlijk de triple helix zoals wij met RVN werken. Langs de onderwijsinstellingen, dus vanuit Rijks tot en met ROC, want dan zie je dat daar ook, daar zitten natuurlijk ook businessmodellen in, er zitten ook standaard opleidingsmodules in, die je ook niet even morgen verandert, en de bouwers kunnen ook niet morgen veranderen, en bij de overheid, je noemde net de MPG inderdaad, die geïntroduceerd is, die wordt steeds nu meer gebruikt, maar die is nog niet, die was eigenlijk gewoon, die mocht je indienen, de berekening mocht je indienen, wat je milieuprestatie was, en dan werd niet op de rest niet op gestuurd, wat ik begreep. De drempelwaarde waar ze mee begonnen zijn, die was eigenlijk zo vanzelfsprekend haalbaar dat je daar eigenlijk niks voor hoefde te doen. Nee. En het mooie, als je het vergelijkt met de Bang, waar jarenlang discussie over gevoerd wordt, de MPG is eigenlijk met bijna nul weerstand vanuit welke sector dan ook, is hij gewoon ingevoerd. Ja. En nu is het een heel legitiem instrument om die transitie aan te gaan sturen. Ja. Nou ja, en dat is het mooie. Dus je ziet wel op bepaalde vlakken beweging. Alleen je ziet dat degenen die opdracht geven eigenlijk de urgentie missen. De woningcorporaties geven aan. We zijn aan het zoeken. En aan de andere kant heeft Thales ook een fantastisch voorbeeld. Een prijsvraag voor een biobased toren uitgezet. Er is een partij die heeft zich gemeld voor bouwen aan de Waalsprong. Die hebben de tender gewonnen. En daar is gevraagd, willen jullie een aspect circulair duurzaam meenemen? Die hebben gezegd, we gaan 50% circulair bouwen. Nou, dus er gebeuren wel allerlei zaken op losse plekken. Alleen een centrale urgentie en een centrale sturing ontbreekt. En dat heeft ook te maken met dat de businessmodellen bij veel mensen onduidelijk zijn. Men denkt standaard dat het meer geld kost, maar men weet niet dat de manier waarop we nu bouwen dan eigenlijk de maatschappij op de lange termijn geld kost. Want wat we nu neerzetten staat er nog 40, 50 jaar, heeft de restwaarde nul. En ook met circulair bouwen gaan we natuurlijk zeggen van nee, we gebruiken die grondstoffen straks weer opnieuw en dan hebben we restwaarde. Dus er zit een hele complexe stuk met een gebrek aan regie, terwijl we wel de snelheid nodig hebben om in 2025 te gaan bouwen. Dus en daar hebben we alle drie de partijen de triple helix voor nodig, de ondernemers, de overheden en het onderwijs. Dus, ja. Waar wij het samen over hadden van hoe ga je dat nou doen? Hè? Bij de hand zie je inderdaad van je hebt een aparte opleiding circulair. Maar er zijn veel meer opleidingen binnen de HAN. En eigenlijk is het straks de bedoeling dat circulair gewoon een thema is bij alle opleidingen natuurlijk. Maar, en dat zie je dus ook bij het VMBO en bij het ROC. Sure. Van ja, ga je nu een stukje circulair inbrengen of houden we het nu nog heel even apart? Hè? En stuur je mensen gewoon voor een opleiding circulair bouwen naar een andere partij toe? Dat is wel, zeg maar... Dat is de zoektocht nu. Dat is wel de zoektocht nu. Je wil natuurlijk uiteindelijk dat circulair in al die aparte, dat het gewoon onderdeel wordt van het geheel, in plaats van dat het losse stukken zijn. Maar we zitten nu in zo'n transitiestuk en dat moeten we dus
kijken hoe we nu snel kunnen schakelen. Over zelfs schakelen gesproken, wat een leuk bruggetje. Wil ik heel graag schakelen, want ik dit gesprek over dat onderwijsstuk gaan we daar nog zeker even op door. Maar ik vind het leuk om even met Daan Brugging binnen te laten komen. En dan gaan we daarna ook nog naar een vraag uit de stream. Maar we beginnen met Daan van Orga Architecten en natuurlijk de winnaar van de circulaire prijs van het Rijk van Nijmegen. De eerste keer, de eerste editie in dit gekke coronajaar. Ja, kijk, nou, dat doe je mij heel veel deugd mee, Daan. Hartelijk welkom. Ik ga even kijken of het lukt, of wij elkaar goed kunnen verstaan. Tijk heeft me beloofd dat het goed zou gaan. En ik, net zoals ik dat bij de ondernemers hier aan tafel heb gedaan, vind ik het natuurlijk leuk als je start met je bedrijf. Om daar wat over te vertellen. Hoor je me goed? Ja, we horen je prima. En we zien je hier, dus het lijkt net alsof je bij mij aan tafel zit. Gezellig. Nee, inderdaad, jouw Orga-architect is een ecologisch biobased architectenbureau. Ik ben in 2014 begonnen. Vroeger wilde ik bioloog worden, hè, dus die natuur zit al heel diep. Bioloog, oké. Okay. Ja. Scheikunde was ik alleen heel slecht in, dus daar ga ik bouwen. En, altijd die link met natuur gezocht, materiaal en technieken in circulariteit natuurlijk. Nou ja, en dat begon met woningen eigenlijk. Patrick ook al aanstipte dat ik kom met woningen en je ziet nu dat enorm groeit. Hè. We zijn met de basisschool bezig, en de gemeentewerk zijn we bezig. Dus die vraag uit de markt die stijgt, zeker. En dan is het nog interessant om aan te vullen dat we natuurlijk in een biologische cirkel van circulariteit zitten. Ik zeg altijd, technische materialen hebben de circulariteit een beetje gestolen. Hè, want we hebben het over recyclen en hergebruik. Maar dan los je eigenlijk meer het probleem op van over 500 jaar. En biobased materialen zijn natuurlijk veel interessanter, omdat die dus op onder andere CO2 vastleggen. En die hebben natuurlijk een natuurlijke link met ons als natuurlijke mensen. Ja. Kan jij mij als toch wel uiteindelijk een beetje, daarom mag ik ook zo'n tafel voorzitten, want dan hoef je altijd niet zoveel van te weten. Dan mag je de vragen stellen. Wat is nou een heel gaaf biobased materiaal? Wat vind je nou echt dat je denkt, nou dat vind ik echt super tof? Nou ja, hout. die had ik nog bijna zelf kunnen bedenken. Ja. Nee, maar hout is, kijk, zijn natuurlijk heel... Materiaal. We zien de houten gebouwen van vroeger zijn niet veel, want dat is allemaal weer opgenomen in de cirkel. Hè. Die zijn natuurlijk allemaal vergaan of middeleeuwse stadsbrand. Maar dat is precies wat je wil en je wil niet voor de eeuwigheid bouwen. En met hout kan je natuurlijk enorm veel en maak je ook echt grote slagen in het vercirculeren of verbiobeesten van het gebouw. En daarnaast zijn er natuurlijk heel veel andere materialen, veel isolatiematerialen, veel andere bouwmethodes. Ja, die ook allemaal biobased zijn, maar wil je grote slagen maken en waar denk ik heel veel mensen heel snel mee aan de slag kunnen, is simpelweg hout. Nou, je triggert mij wel door te zeggen met die middeleeuwen, ik heb ooit geschiedenis gestudeerd en eigenlijk ben ik me nu gewoon aan het bedenken dat we eigenlijk nu in een paar eeuwen even wat anders hebben gedaan, maar dat we daarvoor ook altijd al hout deden. Dus dat we gewoon teruggaan naar hoe we het eigenlijk altijd al deden in plaats van dat het zo'n ontzettende innovatie is. Dat geeft mij in ieder geval weer een glimlach. Hey, en wat moet er volgens jou dan nu gebeuren om dat circulaire proces, dus onder andere naar dat biobase en dat hout dan te versnellen? Vanuit jouw scope als architect, wat zijn de dingen die dan moeten gebeuren? Nou ja, wat ons uitgangspunt altijd is, is het gewoon laten zien. Dus gewoon meebouwen, mee naar buiten dragen. Zo'n basisschool, die wordt in februari opgeleverd. Nou, daar gaan we echt wel mee leuren en laten zien wat kan. En dat is eigenlijk een soort evidence-based. Hè, zo van, kijk, zo simpel, het kan gewoon. Is mijn ervaring dat het altijd heel goed werkt. En als je dan zou vragen, wat moet er gebeuren? Hè, wat zou je daar kunnen doen? Dan zou de grootste en makkelijkste stap zijn dat de overheden in het algemeen in hun uitvraag daar veel meer om vragen. Dus niet alleen een energienorm of een GPR-score, zoveel mogelijk bij je beest. Laat de markt brengt het wel. Ja. Daar ben ik niet bang voor, maar in die uitvraag die zouden veel en veel meer daarop gericht moeten zijn. En dan gaat het vanzelf ontstaan. En je ziet traditionele partijen, als die zo gauw in een tender lezen, dat ze het niet aan echt hoeven aan te voldoen, doen ze niet. Want ja, dan vallen ze natuurlijk toch op een oude methode. Dus je zou op die manier veel meer kunnen trekken. En door te doen, laat je zien wat het gewoon kan.
Ja, dus je dat enerzijds doen en anderzijds zeg je, roep je ook overheden op. En dat is dus echt het aanbestedingsstuk. Daar circulariteit een veel dominantere rol te laten spelen. Ja. Dat is een leuke vraag dadelijk aan de wethouder. Maar, hoe we dat dan, hoe die overheid dat dan, of ze dat ook gaan doen. Dat ja, zal ik zo vertellen. Denk ik, voor het snel opschalen van het landbouw. Want gewoon, dat is het probleem niet. Hè? De techniek is er. De conservatisme of terughoudendheid van heel veel mensen uit de traditionele bouw. Dat heb je toch. Hè? Dus die kan je tegen elkaar praten, maar dat verandert niet. Maar op het moment dat er gevraagd wordt, ja, dan gaat dat vanzelf komen. En dan zullen partijen omvallen die het niet gaan doen. En juist andere partijen opstaan. Die er heel goed mee bezig zijn. Dus als een overheid daarop stuurt, dan kan je zeggen, je echt iets in de markt veranderen, want dan moet die traditionele sector eigenlijk, die moet gewoon mee. Ja, vraag gewoon op prestatie. Ja. Niet op nummers, maar vraag gewoon zoveel mogelijk waar je weet. Binnen natuurlijk de andere gestelde kaders. Ja. Laat maar zien wat je kan. En dat was bij de tender hier in de Waalsprong, die Martijn aanstipte, daar hebben ze dat ook enigszins gedaan. En dan zie je dat uit alle inschrijvingen er min of meer wel iets mee hebben gedaan. Dus ja, dan hoe meer dat vraagt, hoe meer je daar natuurlijk reactie op krijgt. Ja. Dan zien anderen dat het kan en hey, daar moeten we ook iets mee. En dan verwacht ik dat het heel snel gaat worden. Ja. En dan nog los van, kleine aanvulling. Ja, mag. De grote voordelen ervan, hè, dat is natuurlijk in natuurlijke materialen bouwt. Dan zijn het biofilic aan het bouwen. En biofilic wil zeggen onze relatie met de natuur. En hoe meer wij natuur in onze omgeving hebben, hoe gezonder we ons allemaal voelen. Er zijn genoeg onderzoeken voor. Dus als je dat mee gaat nemen, als je gaat weten van hey, als we nou die gebouwen gezonder maken, wat is dan het economische resultaat? Is enorm. Jij zegt ook, ga ook echt nog een veel bredere scope kijken, want dat heeft ook met vitaliteit en gezondheid te maken. En dan zijn misschien ook, als je naar prijzen en business cases gaat kijken, dan krijg je natuurlijk ook een ander inzicht als je dat meeneemt. Nou, het is gek dat... Patrick, ga je gang? Het is gek om te zien, zeg maar, dat als we naar gebouwen kijken, dat we bezig zijn met een MPG en een BANG en dat er eigenlijk gewoon bijna geen norm is van gezondheid. Gezondheid. Maar hoe belangrijk is dat wel niet, joh? Ja. En ik weet zeker dat, ondanks het feit dat het ecologisch bouwen, circulair bouwen misschien wat duurder is, dat met dat soort argumenten mensen bereid zijn om iets extra's te doen. Nou, ik zou haast zeggen, want we moeten met het KCCB en RVN Ed, wij hebben Cluster Health ook eens een keer een tafel precies over dat thema doen. Waar Daan dan ook misschien weer fysiek hier aan tafel kan zitten. Dat lijkt me een mooi thema om in die verdieping op te pakken. Ik kijk even naar Tijke, want er was ook een vraag uit de chat. Dat klopt, hè? En dan laat ik namelijk Daan nog even erbij, want misschien, ik weet niet wat voor vraag het is, maar dat is misschien ook leuk om dat Daan ook nog eventueel zou kunnen reageren. En jij gaat nou, Ja, dat klopt, Christy. Er zijn al meerdere vragen binnengekomen. Een van de vragen die aan Patrick en Paul gesteld werd is, waar zit nou de grootste vervuiling in de industrie? Ligt dat bij de industrie zelf of ligt dat ook bij het vervoer? En een andere vraag die gesteld wordt is de ambitie, en dan die vraag was met name gericht aan Patrick, de ambitie om meer informatie te verschaffen over het circulair denken en het circulair bouwen. En of dat in cursusvorm aangeboden gaat worden of dat echt in samenwerking met de opleidingen moet. Daar heb je natuurlijk al iets over verteld, maar misschien kan je daar nog iets meer over toelichten. Ja. Met de eerste vraag begin ik bij jou, Patrick. Ja. En als jij daar wil reageren, Daan ook aan jou, als jij wil reageren, dan moet je dat ook vooral doen. Ik heb alleen niets van de vraag kunnen... Oh, jij hebt de vraag niet kunnen verstaan. Dan ben ik heel benieuwd. Hebben de andere mensen het dan wel kunnen verstaan, Tijke? Want anders moet ik hem even herhalen. Ja, jij knikt van ja. De eerste vraag ging, dan moet ik het zelf nog goed zeggen. Help me even. Wat vervuiling. Nou de grote vervuiler de grote, wat is nou de grote vervuiler? Ja, nou als je kijkt zeg maar, als ik een presentatie geef, begin ik altijd even uit te leggen waarom willen we eigenlijk circulair zijn. Mm-hmm. En het grootste probleem waar we in de toekomst tegenaan gaan lopen is een schaarste in grondstoffen. Dus het allergrootste probleem, en dat overzien we nu nog niet helemaal, maar dat overschaduwt alle crisissen die we tot nu toe gehad hebben. Dus dat is het allergrootste probleem. Is dat vervuilend? Nee, dat is een schaarste wat gaat ontstaan. Schaarste vraagstuk. In de aanloop daar naartoe hebben we nog een CO2-probleem. We moeten die toename van CO2 in de atmosfeer moet geremd worden. En dat is zeg maar, en dat zou je als een vervuiler kunnen zien. Ja. Als je dan kijkt naar de uitstoot van het produceren van cement, of van beton, zeg maar. Mm-hmm.
Ja, dat is meer dan 4 keer zoveel als de CO2-uitstoot van al het vliegverkeer wereldwijd. Dus dat zijn enorme getallen. Dus dan weet ik dat de betonindustrie of de cementindustrie ook aan het verduurzamen zijn. Dus zijn op zoek naar oplossingen, naar producten die geen CO2 meer uitstoten of die niet zo verhit hoeven worden of enzovoort enzovoort. Dus daar worden wel stappen gezet. Maar dan kom je weer uit bij die grondstoffen en zand en grind, dat is niet iets wat vanzelf groeit. Dat wordt gewonnen en als je een kuil graaft, dan blijft het een kuil. In Nederland wonen we beneden zeeniveau en toch blijven we kuilen graven in Nederland. Dat besef gaat vanzelf een keer komen. Kun je het echt over vervuilend hebben? Ja. Je voelt het letterlijk aan het water namelijk. Ja, hier in Nederland. Toch even daar nog op inhaken. Ja, ik vind echt, en dat zie je echt ontstaan, de MPG, dat is eigenlijk wel toch het meetinstrument waarin je dat kunt kwantificeren. Daar zitten 11 verschillende indicatoren in die berekening vermengd tot en met vervuiling van oceanen, die ook weer gekoppeld kan zijn aan transport over zee. Dus ik vind dat wel een instrument als je echt een soort stap wil maken naar een soort van true pricing. Wat is echt de impact van het product? De verborgen impact, niet alleen maar de economische waarde, maar dus ook wat veroorzaakt dat product letterlijk wereldwijd. Kun je die MPG langzaam steeds meer gaan zien als het instrument waar je dat aan kunt gaan wegen. En die MPG is in beweging, hè, want er moet nog heel veel gebeuren. Dus ja, hebben we eigenlijk al best wel een goede tool. Die hebben we eigenlijk al gemaakt. Alleen we moeten kunnen nog beter inzetten, bewuster bij nadenken. Die kanttekening en maken, Patrick maakt er een kanttekening bij. Ja, want die MPG is heel mooi en is een tool en dat klopt. Alleen je moet wel zorgen dat vanuit die tool ga je kijken in een database. Ja. En dan moet die database wel gevuld zijn met de juiste materialen. Dus heel veel ecologische biobased materialen staan er nog niet in. Nee. Dan moet je ook naar de rekenmethodiek kijken. Die blijkt afgestemd te zijn veelal nog op de traditionele bouwmaterialen. Dus die scoren relatief goed. Terwijl als je die rekenmethode op de goede manier zou doen, dan zou je zien dat die biobased materialen veel beter gaan scoren. Maar dan moet het betekenen dat je de tool dus beter moet maken. Ja. Dat je dus wel kan gebruiken, maar dat er dus echt een slag gemaakt moet worden om bijvoorbeeld die biobased materialen daar ook een positie in te geven, goede positie in te geven. Als ik dat inderdaad... Ja, zeker. Ga je gang. Wat Patrick al aanzet, klopt helemaal. Je hebt misschien al meegekregen dat er net een manifest is uitgebracht door meer dan 200 partijen naar de politiek toe. Ja. Dat met name de biobased materialen geen eerst speelveld hebben. CO2-opslag wordt bijvoorbeeld niet meegenomen. Nee. Over 75 jaar weer vrijkomt. En dat is natuurlijk een rare manier van redeneren. En dat is wel het gevaar op het moment dat je dat soort tools gaat kijken, van wie heeft het eigenlijk gemaakt? Wat is eigenlijk de basis? En als je het dan logisch ook naar denkt, maar je hebt de staallobby, je hebt de betonlobby, de houtlobby, bestaat pas 2 jaar. Ja. Dan wordt het politiek. En dat vind ik altijd enorm gevaarlijk. Als je daar te veel over die cijfers gaat hebben, nadenkt. Kom op, we zijn er bezig. Dat vraagt dus ook om een hele scherpe regierol van een overheid. In de zin van dat je dus heel bewust bent van zo'n sterke lobby op staal en op beton en op dat soort dingen. En dat je dus de ruimte moet creëren voor een lobby op hout. Ja, maar kijk, we werken natuurlijk in de hele transitie toe naar een base camp, zoals dat mooi in de transitieagenda benoemd is. Die staat nu voor 2023. Dit zijn wel ingrediënten om die balans naar hoe de toekomst ook berekend moet gaan worden beter te krijgen. Dus CB23 is ook wel het orgaan wat nu ook vanuit verschillende sectoren, overheden, marktpartijen, dat is een stichting kijkt naar een goed vertrekpunt om ook die meetbaarheid en de begrippen rondom circulariteit beter te krijgen. Ja. Want het is wel nodig, want anders blijf je Dat elkaar heen praten als je het hebt over circulariteit. Het is heel belangrijk om die versnelling, dat is ook een van de elementen die heel belangrijk zijn om versnelling te veroorzaken. Ja, het mooie van het manifest is, volgens mij heeft minister Ollongren gisteren gesteld dat ze ernaar gaat kijken. Dus gaat er naar kijken. Manifest nemen ook. Durf en lef en gewoon opstand vanuit kleinere collectieven kan dus ook helpen om politieke beweging tot stand te brengen. Dus zo'n manifest is een super mooi voorbeeld wat ieder individu in die transitie kan bijdragen. Ja. Want het is gewoon
uit individuen ontstaan. Hè? Ja. Dat is het mooie. Ik hoop dat, omdat er natuurlijk verkiezingen opkomst zijn, zou het mooi zijn dat de houtlobby een mooi debat organiseert tussen allemaal politieke partijen om het eens een keer landelijk te agenderen op een agenda. En het gevaar is wel dat we dus weer te veel naar de overheid als regierol gaan kijken, maar we hebben zelf ook de regie in handen. Ieder individu heeft echt invloed. Ik kijk even voor mijn regie, even sorry, heel even voor mijn regie. Oh. Want ik heb ook nog een wethouder Veldhuis die aan het wachten is om binnen te komen. En kijk, en ik zie hem al hier op beeld staan. Welkom Bert Veldhuis, hallo. En kijk, kan ik nou Daan nog aan, kan hij aan tafel blijven dat Bert ook aanschuift? Nou, mijn tafel wordt alleen maar groter, wat fijn. En allemaal mannen. Ja, op een of andere manier in die innovatievraag zit, of het nou over waterstoftankstations gaat of over circulaire bouw, vind ik mezelf vaak in die situatie. Maar ergens beginnen. Hè? Maar we beginnen ergens. En let maar op jongens, echt. Het komt wel goed. Even kijken. Bert Veldhuis, wethouder, gemeente Nijmegen, onder andere grondzaken en bouw. En jij schrijft vandaag bij deze mooie week van de circulaire economie aan met een heel mooi praktijkvoorbeeld waar je ons wat over gaat vertellen. Tenminste, dat hoop ik. Ja, dat wil ik graag doen. Ik heb inderdaad met openbare ruimteplannen te maken. Als we dan over openbare ruimte praten, dan hebben we natuurlijk ook al heel snel over straten en over trottoirs en over dat soort van dingen die toch een heel wezenlijk onderdeel uitmaken van onze stad. Maar ik wil een heel mooi voorbeeld noemen, dat is namelijk de Maldenburgstraat, waar ik echt wel een beetje trots op ben. Heel goed. En die trots die is uiteindelijk ook uitgekomen in het uitreiken van een landelijke prijs die we voor dit project hebben gekregen, waarbij dus onder andere dus de circulariteit heel erg centraal heeft gestaan. Ik herinner me nog als de dag van gisteren, dus hoe we op een bepaald moment in het Kandinsky College bijeenkwamen, ook met buurtbewoners om te praten over de herinrichting van de Maldenburgstraat. Nou, dat was dus ook in het kader van participatie. Ja. En goed, we hebben dus toen dingen op tafel gelegd en de mensen zijn daardoor dus ook heel betrokken geraakt bij het nadenken over wat we in die Maldenburgstraat allemaal zouden kunnen en willen gaan doen. Nou, uiteindelijk zijn een paar dingen voorop komen staan. Het moest vooral zo duurzaam mogelijk, het moest zo circulair mogelijk. Dus dat waren een paar dingen. Ja. En toen is dus uiteindelijk in de aanbesteding is vooral heel veel aandacht uitgegaan naar de ambities die wij voor ogen hadden. En ja, dat heeft uiteindelijk toch wel tot een heel ander soortig denken over hoe je een straat hebt aan te leggen geleid. En ik noem even een paar voorbeelden wat we dus in de straat allemaal anders hebben gedaan. Allereerst, we hebben niet alles afgegraven. Er is wel heel goed gekeken naar de draagkracht. En er zijn onder andere, omdat er dus ook een stuk vervuild grond was, hebben we niet gezegd van nou, we gaan alles opruimen. Het is toegedekt met duurzame matten. We hebben uiteindelijk al het materiaal wat vrij kwam, hebben we kunnen hergebruiken. Dat betekent onder andere dus dat er nauwelijks vrachtverkeer is geweest. We hebben geen grond aangevoerd, geen grond weggebracht. We hebben alle tegels die er lagen, hebben opnieuw hergebruikt. We hebben de klinkers, we hadden nog wel een voorraadje in de gemeente liggen, die hebben we dus ook kunnen inzetten. Zodat dus de straat bestaat uit bestaande materialen. En er kwamen nog een paar mooie dingen bij. En dus dat vonden mensen ook wel heel erg aardig. De straatlantaarns hebben we opnieuw gebruikt. Weliswaar dus nu ingericht voor een 30 kilometer straat. Waardoor dus de oorspronkelijke straatlantaarns te hoog waren. We hebben een vijfde deel van afgezaagd. En hebben dus nieuwe koppen opgezet. Dat is een hele mooie praktische oplossing. Ja, en die hebben we dus voorzien van ledlampen. Nou, en uiteindelijk, en dat was dus misschien wel een van de aardigste dingen. Kwamen we financieel er heel goed mee weg. En ik herinner me nog heel goed, dus toen de prijs werd uitgereikt in Utrecht, dat ook de aannemer daarbij was en die zei van ik heb nog nooit zoveel geld aan een project verdiend. Nou, ze kwamen allemaal op hem afgestiefeld om hem te vragen voor de volgende projecten. Dus in die zin kwam het heel goed uit. En we hebben er zelf ook, dat zegt echt heel eerlijk, geld aan overgehouden. Dat geld dat hebben we gestopt in onder andere lesprogramma's op het Kandinsky College over circulariteit.
We hebben i-palen aan kunnen leggen. We hebben extra groen kunnen toevoegen. Nou, en we hebben nog geld overgehaald. Ja. Dus in die zin, aan alle kanten, plus, 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 plus. Het is echt een plus, plus, plus. Ja, dat is een mooi voorbeeld. En is dat nou ook met zo'n mooi voorbeeld, met een prijs, en inderdaad ook nog dat je zegt, het heet een spin-off en naar de buurt. Dan kan ik me voorstellen dat het fijn is dat je dus niet ook alleen maar vrachtverkeer de hele tijd maanden voor je deur hebt. En ook nog zo'n mooi project met het Kandinsky College. Is dat dan ook is dat incentive genoeg om nou bij andere straten het op dezelfde manier aan te gaan pakken? Of blijft het dan bij een heel mooi voorbeeld? Nee, het blijft niet bij het voorbeeld. We passen het inmiddels dus ook toe. Het zal niet op bij alle projecten zo zijn, maar we passen het nu wel meer toe. Ik dacht dat we nu inmiddels 6 of 7 van dit soort van kleinere projecten ook volgens deze methode hebben opgezet. Dus dat verandert wel het denken. Dat is een ding wat zeker is. Ja, dus het is echt een etalage enerzijds, maar anderzijds is ook een startpunt om het op deze manier nu eigenlijk dat meer dit de gewone manier te maken in plaats van de andere manier de gewone manier te laten zijn. Ja, dat klopt. Dus dat is de winst van dit project. Ja. Wat wij dus nu ook de Maldenburg-methode zijn gaan noemen. De Maldenburg-methode, ja, zo werkt dat dan. Ja. Niet de methode Veldhuis, dat was misschien ook wel charmant. Nee, naar mij hoeft niks vernoemd te worden, als je niet weet. Zijn er nog mensen aan tafel die een reactie hebben op dit initiatief? Of een toevoeging mag, maar hoeft niet? Die heb ik wel. Maarten. Ja, wat ik net zei over regiogemeentes leren van elkaar. Ja. Wij zijn natuurlijk, Beum is een kleine gemeente. Ik leg niet zoveel wegen aan als gemeente Nijmegen doet. Maar wat je dan wel ziet, is dat je echt probeert van elkaar te leren. We hebben het project Circulaire Fietspad Hessenbergse Weg. Ja. Ja, dat zou oorspronkelijk ook normaal aanbesteed worden. Is nu via een bouwteam circulair aanbesteed. Nou, zo'n bouwteam, die ervaring daarvan, die halen wij van de gemeente Nijmegen. Nou, dat wordt ambtelijk geschakeld. Ja. Hoe besteed je zoiets aan? En dan zie je dat fietspad uiteindelijk aangelegd is ook door dezelfde partij die in Zevenaar begonnen is. En dan zie je al die leerervaringen komen bij elkaar uit. En dat leidde uiteindelijk tot een fietspad Hessenbergse Weg. Waar, net zoals Bert Veldhuis net zei, dat er heel veel minder met grondstoffen gesleept wordt. De lokale ondergrond is gebruikt waar die anders afgegraven zou zijn. Die zou fors afgegraven zijn. Dus dan moet je altijd denken dat heel veel vrachtauto's gaan rijden. Die is nu gestabiliseerd. En in plaats van een pakket van 16 centimeter asfalt wat opkomt, komt er nu maar 4 centimeter asfalt op. Alleen de toplaag, dus die stabilisatielaag is niet meer nodig. Nou, dat scheelt dus ontzaglijk veel grondstoffen en met name ook fossiele grondstoffen. En als extra surplus hierin wordt hier gebruik gemaakt van grasveld. En grasveld is maar op basis van een olifantsgras als bitumenvervanger. Waar gewoon een heel groot deel van de bitumen vervangen wordt door een biobased materiaal. Ja. Waar je ook daar ook weer slaag gaat maken. Nou, en zo leer je als regio steeds verder door. Als we met elkaar die ervaring ook blijven delen en die successen blijven delen, ja, dan krijg je uiteindelijk wel het feit dat we grote stappen gaan maken. In dit geval op basis van het GWW, het grondwaterwegbouw gebeuren. En als ik jou zo alles even opnoem wat in dat fietspad zit, dan denk ik altijd dat bestuurders dat alleen maar op hoofdlijnen sturen, maar daar krijg ik qua circulariteit volgens mij wel de... Ja, maar dit project hebben zo'n kleine gemeente als Heum, wij zijn soms ook van het doen. Ja. We hebben het gewoon circulair aanbesteed. Ja. We hadden een budget gesteld, dat heb ik een beetje van Nijmegen geleerd. Ja. We hebben budget gesteld en kijk wat er kan. We besteden het aan. Een aantal partijen die hebben ingeschreven hebben, de beste heeft het gekregen. Ja, en dan zie je dat er ineens, wat net ook in Nijmegen zegt, dat het veel meer mogelijk is. Maar ook binnen, omdat je zoveel minder grondstoffen nodig hebt, blijft zo'n project ook echt binnen budget. Ja, en is goedkoper dan het oude aanbesteding. Ja. Als overheid moet je wel die stap durven zetten. Even daar, ga je gang. Goed uitvragen naar prestatie bij de markt leggen. Precies. Ja. Waar we er straks eigenlijk over hadden. En dan op het gebied van circulair, maar dat zou dus ook veel meer op het gebied van biobased kunnen. Nou. Ja. Ja, maar het aanbesteding voor een overheid is op zich wel een lastig traject, omdat dat heel fors gereguleerd is en we mogen heel veel niet. Dus zo'n bouwteam aanbesteding is echt wel iets wat anders is dan we dat in het verleden deden. Want wij scoren normaal op objectieve criteria en degene die het best uitkomt krijgt het normaal. Want dat is de regel die vanuit de aanbestedingswet komt. Dus je moet daar op een goede manier mee om kunnen gaan. En zo'n bouwteam aanbesteding is best wel een revolutionair ding in overheidsland, denk ik. Aanbesteding tendersroutes zijn zeker niet de beste routes om innovatief goed bezig te zijn, hoor. Maar ja, we zitten er wel aan vast. Dus dat is echt een handicap die je hebt als overheid. Ja, en kan een overheid, want een overheid kan zelf regels maken en veranderen. Kan een overheid er ook iets aan doen dan?
Ik snap dat je dat niet lokaal kan, hè, maar goed, nee, maar de, alle lijnen met het Haagse bijvoorbeeld. Ja, maar het Haagse is voor gemeentes nog steeds, dat zien we op allerlei vlakken, heel lastig te besturen en te bestieren. Je probeert best wel eens een keer een linkje te leggen, maar die Rijksoverheid die werkt op haar eigen manier. En, dat, en daar moeten echt nog wel een paar slagen gemaakt worden. Deelt meneer wethouder Veldhuis hetzelfde beeld, dat ze in Den Haag eigenlijk, het klinkt een beetje of dat ze niet echt luisteren naar wat er nodig is? Nou, dat durf ik zo niet te zeggen. Daar hebben we ook te weinig ervaring mee. Dus ik denk dus dat ze ook in Den Haag goed kijken naar dit soort van voorbeelden. Daar ben ik echt wel van overtuigd. Ja. En is het dan nog, misschien ga ik nu, maak ik het veel te groot, hè? Dat is altijd ook een nadeel. Maar ik ben dan toch benieuwd, zou bijvoorbeeld, want jij zei zo'n klimaatakkoord uit Parijs, Patrick, heeft een verandering gemaakt. Maar rondom circulair is natuurlijk een grote Green Deal in Europa. Het gaat heel veel over energietransitie. Maar zou Europa nog een in die standaardisering van circulair rondom bijvoorbeeld materialen en zo een rol kunnen spelen? Of is dat helemaal, zijn dat helemaal bruggen te ver? Moeten we gewoon hier fijn lokaal beginnen? Nee, ik denk dat er lokaal al zoveel mogelijk is, wat ik zei. Wat we in het kenniscentrum doen, is eigenlijk verzamelen wat er eigenlijk al is. Ja. En ik hoor heel vaak signalen van, ja, we moeten een pilotproject en leren dit, leren dat. Ga eens even in Nederland kijken wat er allemaal al van hout gebouwd is. Er zijn hele woonwijken op een hele duurzame manier uit de grond gestampt. En dan denk ik, ga eens even bij die mensen informeren hoe dat nou wonen is daar. Ja, ik denk dat je schrikt, fijn of schrikt in de zin van potverdikkie. Het biedt veel meer voordelen dan alleen voor het klimaat of voor circulariteit. Ja, hij zegt, de voorbeelden zijn eigenlijk al gewoon. En je moet vanuit die voorbeelden en eigenlijk zoals Bert en jij met in Heum met zo'n fietspad, je moet gewoon beginnen en vanuit daar door gaan bouwen. Dat is misschien wel de route. Ja, dus misschien ook inhaken. Ja. Maar ik denk dat we echt gaan schrikken, dat we gaan schrikken als wij de bouweconomie koppelen aan het klimaatakkoord. Niebe heeft daar van de week een mooi onderzoek over gepubliceerd. Die zegt eigenlijk, als wij zo doorgaan, dan gaan wij by far het klimaatakkoord Parijs alleen al vanuit de bouwsector niet halen. En hij maakt weer een mooie koppeling met diezelfde NPG en zegt eigenlijk de norm van 1 nu zou binnen een paar jaar al 0,5 moeten zijn. Een halvering van de impact, de milieu-impact van onze materialen. Wij zijn 11% van de totale economie als bouwsector. Dus als je dat terugkoppelt naar wat wij mogen aan impact veroorzaken binnen het Klimaatakkoord Parijs, dan moeten wij heel veel vaart maken. Dat doen we niet. Hij zegt 11% van de economie, maar volgens mij zien we meer van de CO2-uitstoot. Klopt. Ja, dus als je dat allemaal gaat correleren, wat hij dan in zijn onderzoek gedaan heeft, dan zegt hij, nu moet je al veel verder doorpakken in de milieu-impact terugbrengen van de bouwproductie. Ik heb nog wel een toevoeging. Ja, ik geef van mij het woord. Ik ga even, want wij hebben die streams, hè, wij doen het, wat ik zeg, dit is bij ons geen core business zo online, dus we zijn het allemaal aan het leren. En wij hebben deze stream, wij waren even aan het dubbel of we tot 10 uur door zouden gaan of misschien wat langer. Ik zou dadelijk sowieso aan deze tafel nog heel graag even over onderwijs willen praten. Dus ik wil sowieso voorstellen om het tot kort over 10 te doen. Dus ook voor de mensen die aan het kijken zijn, want dan weten ze dat ze daarna koffie kunnen gaan halen. En nu nog even aan de buis gekluisterd zijn van het beeldscherm. En ik kijk ook even naar mijn gasten wat verder weg. Ik weet niet wat jullie in jullie agenda's hebben staan. Het is aan jullie of jullie om 10 uur zeggen, wij moeten door naar de volgende. En anders zijn jullie ook gewoon van harte welkom tot 10:15 dadelijk nog mee te blijven praten. Dan kijken jullie even allebei aan wat jullie keuze is, want dan weet ik dat. Ja, ik heb om 10 uur een afspraak. Jij gaat er om 10 uur uit. Ik had het ook zo in mijn agenda. Nee, helemaal goed. Nee, daarom. Bert, maar dan dank ik, begin vanaf deze plek, dan dank ik jou vast hartelijk dat je hier aanwezig was. Geen dank, voorbeeld, geen dank. Ik vond het leuk om erbij te mogen zijn. Oké, nou dat vind ik dan weer goed. Fijn om te horen. Dankjewel voor dit voorbeeld. En als er meer mooie voorbeelden komen, dan horen we het graag. Want dan kunnen we dat vanuit het KCCB en onze website van RVN start.circulair ook weer delen. Om precies die voorbeeldrol te zijn. Dankjewel. En dan blijf jij er nog bij, Daan, of ga jij er vandoor ook? Kwart over 10, dat red ik. Dan kan jij bij onderwijs ook nog aangehaakt blijven. Is goed, dan gaan we dat doen. En met al deze mededelingen en wetenswaardigheden, Patrick, geef ik jou het woord. Nou ja, kijk, wat, als we kijken naar circulariteit en we kijken naar circulair in de bouw, dan vind ik het frappant dat wij als bouwkolom de neiging hebben om de oplossing in ons eigen kolom te zoeken. En Paul gaf het net ook al aan, er zullen in de toekomst zullen veel meer samenwerkingsverbanden gesmeed moeten worden. Hè? Bouwers zullen met elkaar moeten samenwerken, maar met name zal er meer
meer cross-sectoraal samengewerkt moeten worden. Mm-hmm. Ik heb laatst een beetje op internet lopen snuffelen en toen kwam ik een onderzoek van de Nederlandse overheid tegen voor het stimuleren van cross-sectoraal samenwerken. En wat zie je dan? Dat in al die samenwerkingsverbanden gewoon de hele bouwballon niet mee is genomen. Ja. En dan denk ik bij mezelf, huh? Daar gaat iets mis. Het is heel erg stand-alone. Heel erg stand-alone. Ja. Dus ik zou echt wel een oproep willen doen aan degene die daar iets over kunnen zeggen en daarin kunnen stimuleren. Want daar moeten we echt naartoe. En naar wie moeten we dat zeggen? Is dat dan gewoon Bouwend Nederland die zichzelf afzondert? Ja, of worden ze niet gevraagd? Want die lobby schijnt nog wel goed te zijn. Ja. Ik vind het een lastige. Ik zou niet weten wie dat zo. Kijk, ja. we streven het wel na. En we zijn wel op zoek naar samenwerkingsverbanden, ook vanuit KCCB. Ja. Want logistiek is ook zo'n enorm belangrijk element in die circulaire bouw. Dus wij gaan vanuit KCCB gaan we wel proberen om die samenwerking... Dus dat is echt een voorbeeld die we misschien van onderaf moeten gaan laden. Ja. Nou, wij zijn net als vitaliteit en bouw die je bij elkaar zou kunnen brengen. Dus dat zijn dan inderdaad stappen. Ja. Dus wel, het blijft interessant dat inderdaad die grote transitievraagstukken op... dat het op zoveel lagen, dat er schakeltjes om moeten. Dat is, vind ik bij circulair altijd, als ik denk, nu denk ik... Ja, Daan? Ja, je tipt de Bouwend Nederland aan, hè? Bouwend Nederland, over lobby gesproken, hè? We hebben in Doorwerth een wildopvang, is ook bijna klaar. Ja. Midden Natura 2000, stikstofprobleem, hè? Die lag echt om het gebouw heen. Maar omdat we een hout bouwen, bouw je licht, hebben we bijna stikstofemissieloos kunnen bouwen. Dus je tilt elektrisch, je graaft elektrisch, vervoer elektrisch. Dus we konden daar gewoon door. Eind 2019 was dat ook nog wel op het journaal zelfs, hè, dat je toch gewoon kon bouwen in Natura 2000. Contact gehad, veel journalisten, Bouwend Nederland. Ja. Toen zeker op een gegeven moment Bouwend Nederland overleg. En die zeiden, ja, dat is leuk, hè, het is inderdaad geen klein gebouw. Maar onze achterban heeft hier niet veel aan, want wij kiezen ervoor om te zeggen dat het aan de landbouw ligt. En dat we eigenlijk door willen hoe we het doen. Nou, toen dacht ik, jongens, weet je wel, ik snap dat je die achterban hebt, maar Ik kan het net zeggen, hé, er zijn ook andere oplossingen naar de toekomst toe, zullen we toch wat moeten doen. Dus Bouwend Nederland, zonder heel negatief zijn, zitten die natuurlijk ook klem met hun grote achterban, die eigenlijk willen veranderen. Dus het is een heel groot, je hebt een groot hart nodig om te zeggen, nou achterban, jullie moeten veranderen. Ja. Dus jij roept eigenlijk wel een beetje op dat ze niet alleen maar luisteren naar hun achterban, maar misschien ook wel een beetje regie nemen op verandering. Ja, dat zie ik dus nog niet. Hè? En dan wordt het weer gevaarlijk om dat soort partijen te vragen. Want die hebben een soort rem erop. Hè? Ja. Dus zo snel. Gaat het maar allemaal niet zomaar. Dus dat vind ik nog wel een punt. Nou, dat is interessant. Dus de volgende keer aan tafel uitnodigen, denk ik. Lijkt me een heel erg mooi gesprek om dit te voeren. Er is een vraag uit het publiek nog. En ik zou ook nog even... Want die hangt nog een beetje... Ik zei van over dat aanbestedingsstuk. Hè, en dan ook vanuit de woningopgave. Daar kan een overheid... Dat horen we eigenlijk van... Eigenlijk naar die kant van de tafel. Ik zit ook naar Daan te kijken. Ja, naar Daan te kijken. Daar vind ik ook nog wel... Wat hij daarvan verwacht. Wat zeg je? Ik vroeg me af wat Daan van die 25% in die woondeal weer nu... dat is heel slim om eerst de vraag aan de ander te stellen. Ja. Maar dat vind ik goed voor deze keer. Dus Daan mag antwoord geven als je wil. Wat verwacht jij van die 25% woondeal? Maar ik wil daarna wel even gaan van hoe je als overheid kan sturen door middel van die aanbesteding. Dus Daan, eerst, wat verwacht jij van die 25% woondeal? En ook even, sorry voor de mensen die nu aan het kijken zijn. Ik maak daar nog ruimte voor vragen. Dus even geduld. 25% biobased van de woondeal. Ja. Circulair. Ja, waar komt het getal vandaan? Als je wil kunnen we 100% hoor. Ik ben denk ik niet de juiste persoon om dat te vragen. Ik doe niet anders. Ja. Dus ik denk, 25% het zal, je kan veel meer. Maar ik begrijp natuurlijk dat je ergens moet beginnen. Een goed voorbeeld is ook FSC hout, hè? Daar haal ik dan wel eens aan. FSC hout, duurzaam beheerd bosbeheer, duurzaam beheerd hout. Kwam je bij de Gamma een jaar of 10 geleden, stond daar zo'n sticker op 30% FSC. Toen dacht ik altijd, hoezo? Ik zeg, wat is nou, welk deel is dan FSC en welk deel niet? Dat wordt eigenlijk nog gemengd met hout uit niet duurzaam beheerde bossen. Maar de truc was natuurlijk, als zij zouden zeggen, we gaan meteen 100%, dan was er geen bouwmarkt die dat spul zou kopen. Want dat kan niet, niet krijgbaar, niet te duur enzovoort. Dus zij zijn van die 30% langzaam gekabbeld in 100%. Dus als je zou zeggen, we beginnen nu met 25% en we gaan heel snel naar die 100, om mensen een beetje te laten wennen, prima. Maar als we willen, kunnen we nu naar 100% hoor.
Oké, dus jij zegt eigenlijk, als de wethouder, wat vind je ervan, zeg je eigenlijk niet zo ambitieus, 25%. Nou, ik zou zeggen, je moet meteen een stappenplan maken. Dus ja, volgend jaar 30 en dan enzovoort. Het is een mooi begin. Op prestatie weer kan je zeggen, die 100% doet, krijgt voorraad. Ja. Bijvoorbeeld. Dan zou je zien dat ze morgen allemaal 100% doen, want ze willen allemaal de klus. Dat is een hele interessante tip. En als de wethouder dit dan dit hoort, die ook dat hele regio-convenant een beetje mag voorzitten, dan als u graag gewoon lekker aanbesteden op 100%, kijken wat er gebeurt. Ja, want we zijn natuurlijk in de bouw niet altijd aanbesteden. Nee, nee. Als het gaat over het neerzetten van een gemeentehuis, dan is het evident dat wij de aanbesteden zijn. Maar als het gaat over woningen voor privépersonen, ja, dan zijn we vaak niet eens. Maar, we hebben daar niks over te zeggen. Nee, maar je hebt natuurlijk wel gesprekspartner van bijvoorbeeld alle corporaties die grote opgaven in jullie gemeentes hebben. Ja, maar daar wordt over gesproken. En die worsteling is net ook al over de tafel gekomen van ja, wat betekent het voor ons en hoe valt dat? Ja, toch wel even de reactie van Paul. Heel en dan even gaan we inhaken, want ja, we zitten natuurlijk in een lineaire mainstream benadering. Dus de producten die er zijn uitgekoud, veel bulkgoederen goedkoop. Dus we moeten ook die transitie financieel verantwoord doen. Dus zomaar 100% roepen, dat is gewoon niet reëel. Ook niet meetbaar en ook niet verkrijgbaar. Dus we moeten dat stapsgewijs doen. Ja. Een instrument wat wij bij de gemeente Eindhoven hebben leren kennen om in te zetten, is gewoon een meer residuele grondwaardebenadering, waar je dus als overheid wel een instrument hebt om mee te helpen die transitie financieel mogelijk te maken. Dus bijvoorbeeld bouwen CLT is nu gewoon goedkoop of duurder dan reguliere bouw. Kanaalplat, kalk, zandsteen, zou ik maar even zeggen. Daar moet wel ergens vandaan komen dat geld. Want we kunnen zeggen dat moet de bouwer oplossen, maar is niet reëel. Dus komt nog bij. De klant wil er nog niet meer voor betalen. Dus dan kan de gemeente ook dat instrument inzetten om die transitie mee te helpen ondersteunen. Ik ga toch even, want anders heb ik telkens beloofd dat er mensen een vraag op stellen. En dan denken ze, ze gaan het toch niet doen. Okay. En dat doet ze nu wel. Dus Stijke, zou jij de vraag uit je stream... Ja, dankjewel Christy. Er komen verschillende vragen binnen. En dat ook alweer weer een stukje terug in de discussie ging het over het bouwen met hout. Dat maakte nogal wat los, want er zijn verschillende vragen over binnengekomen. En die vragen richten zich met name op, als we met hout bouwen, moet dat hout van ver komen? Wat is dan het effect van het vervoer daarvan? Het komt met schepen aan die met olie gestookt worden. Dat hout, wordt dat dan niet allemaal gekapt in oerbossen? En een vervolgvraag daarop, en misschien kunnen jullie die allemaal meenemen dan. Plastic voelt niet circulair misschien in eerste instantie, maar als je bedenkt dat het hout van ver moet komen, is plastic dan misschien toch een duurzamere oplossing dan dat het nu lijkt. Oké, heel helder. Dus in hoeverre is hout een oplossing in circulair? Dus we gaan eerst even hout. Ja. Ja. Er zitten hier allemaal houtmensen, fans van hout en experts op hout op tafel. En houten tafel, dus hout. Vertel ons, hoe werkt dat? De meest standaardvraag die er gesteld wordt van, is er wel voldoende hout? En als we horen dat er veel houtkappers wereldwijd, het kan toch niet dat we houten huizen gaan bouwen? Maar dan moet je even weten dat wat wereldwijd aan bos verdwijnt, helemaal niks met bouwen met hout te maken. Dat heeft gewoon met de voedselindustrie te maken. Dus van al het hout wat wereldwijd verbrand wordt, merendeel, en een klein beetje gekapt wordt, daar wordt ik denk 2% voor de bouw gebruikt. En die 98% die verdwijnt, dat is gewoon landbouw. En sojabonen. Ja. Dat is een mythe die dan bij deze slecht is. Nou, dus in Europa zijn de bossen gewoon toegenomen de afgelopen 10, 15 jaar. Alleen een Amazonegebied en in Indonesië, daar worden inderdaad voor palmolie, soja, worden enorme bossen. Maar als we hier een woontoren neergezet in het stationsgebied, stel. Waar komt het hout dan vandaan? Waar halen we dat? Waar kopen we dat? Uit Europa. Uit productiebossen in Europa. Dus hier in dezezelfde hal ligt hout van Wienerholz, gewoon uit Oostenrijk. Ja. En dat is gewoon ook een circulaire bosbenadering, zou je kunnen zeggen. Dus FSC is niks anders dan zorgen dat wat je weghaalt weer aangeplant wordt. En dan ontstaat daar in dat bos een cyclus. Ja.
na 30 jaar weer terug te zijn op de plek waar je waar het toen begon. Was. En dan staat er een volwassen boom. Doen, dan zou het gewoon broodrol voor zichzelf zijn. Ja. Ja. Het is gewoon eigenlijk een business case. Het is gebaat om alles ja. Wat ze kappen, om er minimaal ja. 3 nieuwe bomen voor aan te planten voor elke boom. Ja, ja dan blijf je tot een lengte vandaag voldoende grondstoffen ja. hebben. En dat stukje transport, hè, olietransport, en daarna komt het ook nog bij jou, want ik ga jou niet overslaan met hout. Echt niet. Dat zou echt niet aardig zijn. Nee. Maar dat stukje transport, wordt daar over nagedacht? Maar kijk, als je kalkzandsteen of beton gaat vervoeren, dat is, ik weet niet hoeveel, zwaarder dan hout. Dus hout is en makkelijk te bewerken, dus minder CO2-uitstoot, kan allemaal elektrisch. Ja. Het vervoer is ook eenvoudiger, makkelijker en minder stikstofuitstoot. Dus ja, eigenlijk zit er alleen maar voordelen ja. aan. Alleen, we gaan dan helemaal inzitten zoomen op het hout. Ja. Je moet die vergelijking trekken met wat er nu is. Wat bulk gebeurt. Ja. En cement komt ook niet uit Nederland. Cement komt ook niet uit Nederland, zeg jij. Nee. Daan, hout. Ja, twee dingen inderdaad. Hout, ik ben net al een beetje genoemd, is natuurlijk ook enige CO2-negatieve materiaal. Eigenlijk alle biobased materiaal. Negatief, positief, hè, ook in deze coronatijd. Ja. Alle andere bouwmaterialen zijn negatief. Of positief, hè, hoe best je ook doet, stoot altijd CO2 uit. En daarbij komt, die bomen groeien in het bos. Je bouwt van die bomen en je haalt die bomen uit het bos. Dat betekent dat je die CO2 uit het bos haalt. En goede nieuwe bomen die opnieuw CO2 gaan vasthouden. Dus de hoeveelheid CO2 in het bos blijft gelijk. Vervolgens heb je dus die boomstammen. En die moet je dus natuurlijk langdurig opslaan. Op het moment dat je daar bouwen van maakt, ben je de CO2 langdurig aan het opslaan. Nou, dat betekent dat de hoeveelheid CO2 in het bos gelijk blijft. En de CO2 die je eruit aan het opslaan ja. bent, bovengronds. Dus hoe meer je hout je gaat verbouwen, hoe meer hout de huis je maakt, hoe meer CO2 opslaat. Doen we dat allemaal met samen, ja, dan heeft het zelfs nog invloed op de klimaatdoelen. Hè, omdat je langdurig aan het opslaan in gebouwen. Dus dat is iets wat wel eens over het hoofd ja. wordt gezien met de vraag, is er wel genoeg hout? Ja. Het helpt juist het klimaatprobleem te bestrijden. Ja. Nou, volgens mij zit hier de pro-hout, dat is wel heel duidelijk. Dus ik denk dat die vraag heel mooi, nee, dat is heel mooi ook dat het zo is. En dat jullie ook vanuit de verschillende aspecten kunnen toelichten. En ook wel echt mooi dat altijd eigenlijk bij die biobased materialen dan eigenlijk altijd naar die vervoer en nadelen gekeken wordt. En dat doen we, dat zijn we, ja, dat vinden we zo gewoon bij beton dat we er niet eens over nadenken. Dus dat is wel interessant hoe dat dan in de hoofden van mensen weer werkt. Plastic, was ook een vraag over. Is plastic eigenlijk ook niet een heel mooi alternatief? En helemaal met misschien circulaire plastics. Kunnen jullie, ja. kunnen jullie daar iets over vertellen? Hebben jullie daar voorbeelden, beelden bij? Als je naar de grondstof van plastic kijkt, zeg maar. Ja. Dus het is aardolie en meeste plastics, als je die gaat hergebruiken, dan worden ze minder qua kwaliteit. Ja. Dus dan moet het weer opgewaardeerd worden, moet er weer wat grondstoffen bij. Die grondstoffen zijn schaars, daar willen we vanaf. Dus ja, als je met plastic door blijft gaan, dan blijf je iets in stand houden. En dat is nou net wat we niet willen. Nee. Paul, kijk jij daar op dezelfde manier naast Patrick? Ja, op hoofdlijnen wel. Ja, op hoofdlijnen wel. Ja, ik zit niet heel diep in de plastic. Ga je moeilijke definiëringen in en denk je, dan kan ik ze niet meer lasten. Nee. Oké. Okay. Nee, volgens mij zijn... De kern is inderdaad, ja? Het is in basis gewoon een eindige grondstof. Dus in die zin, ja. Als we het hebben over biobased materialen, dan moet plastic ook stoppen, ja. En daar gaat jouw eerste liefde in biologie ons nog helpen om naast dat hout ook nog wat andere materialen dingen te gaan doen. Die meer, die dus niet van hout zijn, maar die meer natuurlijk zijn en die we ook kunnen gebruiken in bouw? Ja, zeker. Kijk, we hebben het heel veel over hout, maar eigenlijk zou je meer biobased in het algemeen moeten gebruiken. Het geldt eigenlijk voor alle natuurlijke materialen die hergroeibaar zijn tijdens gebruik. Dat is eigenlijk de definitie van biobased, ja. En dus ook meteen circulair. Ja. En bij plastics blijf bij, hè, om daar ook nog even op aan ja. te haken. Vind ik het altijd heel vreemd dat we iets maken wat duizenden jaren meegaat, wat we nog geen half uur gebruiken. Yeah. Dat is een hele rare vergelijking. Als je dan kan zeggen, ja, we gebruiken het half uur, maar het kan ook weer teruggroeien. Dan zeg ik, nou oké, okay, we proberen het half uur op te gaan rekken, maar het groeit terug. Maar bij plastic is dat niet zo. Dus dat is een eind, zou je moeten zeggen, alleen de plastic dat we al hebben, daar moeten we het van doen voortaan. Yeah. Het aluminium dat we hebben, zouden we het mee moeten doen. Ik begrijp ook dat niet kan, maar dan ga je wel de goede kant op. Ja. En dan je nieuwe grondstoffen, dat zie je ook in het circulaire vlindermodel. De technische kant blijven nieuwe materialen instromen en afval uitstromen. En dat is eigenlijk niet wat je wil. Dan is het cirkeltje gewoon niet rond. Nee. Maar heel eenvoudig.
Ik kijk even naar Tijken, want ik wilde er heel graag nog over onderwijs praten, maar ik heb besloten dat we dat nu niet gaan doen. Sorry Martijn, want daarvoor hadden wij jou natuurlijk helemaal ook aan tafel aangeschoven. Maar ik denk dat het echt heel mooi is om ook nog een keer een hele tafel over onderwijs te doen. Dus dat gaan we gewoon doen. Met uiteindelijk de resultaten die jij uit Kees aan te maken bent, met de ervaringen van Patrick en dan ook misschien met VMBOT en ROC bijvoorbeeld aan tafel. Ik zou daarbij ook wel de best practices vanuit de infra mee. En de best practices vanuit de infra erbij. Toch groter dan, zeg ik dat goed, als conclusie dat de beweging in infra sneller gaat dan in de bouw? Nou, ja, dat weet ik niet. Ik denk dat je dat wel zo kunt stellen en dat heeft één simpele reden, ja? Omdat er maar één opdrachtgever is. Dat is de overheid. Ja. En die heeft een voorbeeldfunctie, ja. Dus dat klopt. Ja. Dat is een hele mooie, dat is een mooie interessante conclusie. Maar het startpunt is denk ik ook anders, ja? want de overheid is daar eerder, in die zin eerder opdrachtgever en kan makkelijk bewegen. Maar ik weet dat Patrick ook met de woningbouwcorporatie een biobased project sociale woningbouw heeft lopen. Ja. En dat zijn ook die startpunten. We zijn nu op allerlei punten aan het starten op dit punt. Ja. We zijn aan het begin van de cyclus en niet halverwege alvast. Nee. We zijn met z'n allen aan het leren. Het leren is daar heel belangrijk in. En dat onderwijs speelt er natuurlijk ook een grote rol in. Ja. Dus dat, in die zin hebben we daar een stukje voorsprong op grondwaterwegbouw. Ja. Ja, maar dan dus bij deze gaan we gewoon op deze studio een tafel over onderwijs en al eentje over dus de gezondheid en bouw. Oh, wordt nog druk. Wordt druk, ja. Maar ja, dat is dan weer zo'n rol van zo'n beweging en zo'n innovatieplatform als wij kunnen zijn. Om juist een stuk aanjagen is ook, zoals jullie zelf al aangaven, het netwerk en kennis te delen. En is dit, ja, helaas dat we geen congressen kunnen organiseren, maar is dit the best we can do. Dus dat is die podiumrol pakken wij. Even kijken. Ik dacht, ik ga even samenvatten waar we het over allemaal gehad hebben, maar dat is eigenlijk best wel heel veel. Dus het is niet volledig, maar ik vond een paar interessante dingen. Nou ja, net al infra loopt misschien iets voor op bouw, maar ja, dat is ook weer een voordeel dat je ervan kan leren. Dat hebben we gezegd. We hebben geleerd dat regelgeving daadwerkelijk en klimaatakkoorden zeker weten een bijdrage kunnen leveren aan die veranderen, aan die transitievraagstukken. Maar dat ook dat aanbestedingen een ander sturingsmiddel zijn naast die wet en regelgeving. Dus dat vind ik ook nog wel echt een interessante, waar een overheid misschien, ondanks dat ze niet overal overgaan, maar in die bouwopgave een andere rol zou kunnen pakken. Onderwijs hebben we het over gehad, dat aanschakelen van het onderwijs, daar gaan we op verdiepen. En wat ik ook wel een hele interessante vind, die van verschillende plekken komt, is die grotere scope. Zie het nou niet als die bouwsector, hè, maar kijk naar vitaliteit, kijk naar de transportsector en daarin moet allemaal wat gebeuren en heeft de bouw kansen om misschien sneller die innovaties aan te gaan. Ik heb in ieder geval ontzettend veel geleerd. Ik hoop de mensen in de stream ook. En deze stream is straks natuurlijk gewoon weer deelbaar. Dus kunnen andere mensen ook op een andere ander tijdstip, wanneer het ze uitkomt, ook even terugkijken. Ik ben even door mijn blaadjes heen, maar ik wil graag nog even vertellen wat we nog meer gaan doen deze week vanuit het KCCB. Want we hebben een circulaire vierdaagse. We zijn immers in het Rijk van Nijmegen. Wij houden van vierdaagse. Dus we gaan morgen praten. Ook een ontzettend interessant onderwerp waar ik eigenlijk van denk dat het net zoveel kanten heeft als deze. En dat gaat dan over voedsel. Circulaire voeding. Jij gaf net ook al met de bossen al een voorbeeld aan. Gaat over dan de eiwittransitie, over een stukje agri en hoe zo'n ook klassieke agri-sector kan veranderen. En het gaat over het belang van de bodem en allemaal van dat soort vraagstukken. En vrijdag gaan we het hier al over talent hebben. Want inderdaad, in al die circulaire processen vanuit bouw, voeding, is natuurlijk talent ook nodig. Dus we gaan met jonge mensen praten en met verschillende opleidingen hoe zij daar een rol in kunnen spelen. Ik vind het nog belangrijk om te zeggen dat als u meer wil weten over alle projecten, staat het op start.circulair.nl, de site van RVNet en de Circulaire Raad. Weet ook dat dit niet een Nijmegen initiatief is, maar het is echt een landelijke week van de circulaire economie. De site heet De Week van de Circulaire Economie, staan onze events ook op. Maar wilt u nou weten wat ze in Maastricht doen, ook leuke dingen, of in Groningen, kunt u ook daar vinden. Ja, daarmee heb ik voldoende gezegd. Ik dank mijn panel. Ik vond het heel leuk ook dat ik een virtueel panel had. En wens iedereen nog een hele fijne dag en hoop u morgen weer in de stream te zien om over voeding met mij te praten. Dank u wel. Ja, dank u wel. Graag gedaan. Dank u wel.